Meneer, is uw geld nog wel veilig op de bank? Natuurlijk is mijn geld veilig op de bank. Daar twijfel ik geen moment aan. Ik hoop het wel. Dacht het wel. Ik denk het wel. Ja, ik heb er weinig op staan, maar volgens mij wel. Ik niet. Ik heb geen geld, dus dan hoef ik het er ook niet af te halen. Nee, ben je niet bang? Nee hoor, daar ben ik helemaal niet bang voor. Nee hoor. Kredietcrisis, nee hoor. De regering heeft het allemaal weer keurig netjes op de orde staan, om het zo maar eens te zeggen. Nee, ik ben er niet bang voor. Ik hoop van wel. Maar volgens de analisten moet je spreiden tot het maximum bedrag. Nou, ik werk zelf bij een bank, dus ja, zeg het maar dan. Nee. Doet het ook niet? Nou, ja, het gaat wel door me heen, maar ik ga nog niet rennen. Nee, ik heb er sowieso weinig op staan, dus dat is niet nodig. De kredietcrisis, zou dat ook gevolgen hebben voor de gemeente hier? Ik denk dat het wel gevolgen zal hebben, maar of het nou overgrote gevolgen zal hebben, nee, daar geloof ik niet in. Geen paniek dus? Nee hoor, absoluut niet. Ja, denk ik wel. Denk ik wel. Nou, een mens wordt een beetje voorzichtiger. Op die manier, denk ik. En ja, misschien is de tijden niet beter worden dan... En ze niet uit kunnen uitgeven, hè? Nee. Geen idee. Dat weet ik echt niet. Daar hou ik me niet echt mee bezig. Nou, ja, zou je de gevolgen merken? Ik denk wel dat je op den duur... zal de belastingbetaler daar wel aan mee gaan moeten betalen natuurlijk. Maar ja, daar hebben we het systeem voor in Nederland dus. Ja, dat zal best wel, ja, dat geloof ik wel. Voor de staat denk ik op zich niet. Maar als natuurlijk het systeem overhoop gaat... dan heb je behoorlijk een probleem. Maar ja, nu in dit geval heeft de staat... zowel Fortis als ABN allemaal overgekocht. Dus ja, het moet goed zitten in principe. Ja, het zal voor de hele middenstand natuurlijk wat doen. Ja. Ja, en dan ook voor ons natuurlijk. Dus straks moet ik meer eens een V&D in om wat te kopen? Nou, of het nou zo hard loopt, weet ik ook niet hoor. Maar goed, je weet het maar nooit natuurlijk. Het gaat hard. Het gaat hard. Ik ben nog niet zo bang. Nou, niet bang, nee. Je moet niet in paniek raken. Maar ik denk er wel aan. En ik denk wel van, hé, wat moet ik gaan doen? Ja. Dus ik slaap er nog een nachtje over en dan kijk ik wel weer. Goed zo. Ik heb er geen zicht op. Misschien. Ik heb geen idee. Het zal altijd doorcijpelen. Maar wie weet komen er allemaal lege winkels hier bij het Zeiland te staan. Dus... Ja, nou ja, dan is het een grote ramp natuurlijk.